Ik wil die wel spelen met de week. We staan hier op de Sjaloos Kerksingel voor het Hof van Sjaloos. Daar hebben we plannen mee. Wat voor plannen? We hebben een maand of twee geleden bedacht dat er behoefte is aan plekken waar kunst te zien is in Sjaloos. En dat is eigenlijk een idee wat al langer speelt. En de gelegenheid deed zich voor dat dit pand te huur is nu. En we zijn eigenlijk in december begonnen met daar plannen voor te bedenken. Bekend gezicht, wat doe jij zelf? Ik ben kunstenaar, ik woon twee straten verder. Op de Frans Beckerstraat heb ik mijn atelier. Nou, het hoofdplan is om tentoonstellingen te gaan organiseren. Dus je ziet die bovenruimte, dat is één grote zaal. Een beetje een vergelijkbare zaal zit ook nog aan de achterzijde. Daar zouden we ook groepen kunnen ontvangen en lezingen kunnen houden, debatten. Het gaat allemaal over beeldende kunst, muziek, theater, dans, literatuur, film. En eigenlijk moet het vooral een ontmoetingsplek zijn voor de hele stad. Zodra ik hoorde van dit initiatief, het kunstencentrum Sjaloos in het oude stadhuis, oftewel het oude politiebureau, was ik gelijk waanzinnig enthousiast. Want Sjaloos beschikte over een geweldig arsenaal aan artiesten. En dat heeft een podium nodig. Wij hebben ontzettend weinig podia, sowieso in Rotterdam. Maar in Sjaloos is het wel erg mager voorzien. Vandaar dat ik echt geweldig enthousiast was bij het horen van dit project, van dit initiatief. Dus ik geloofde daar ook gelijk onmiddellijk in. Toen het plan geboren was, dachten we het eerste wat we moeten weten is of er draagvlak is. Of er mensen om ons heen zijn die ook vinden dat dit nodig is en zinvol. Dus hebben we een brief geschreven naar onze eigen achterbannen. En in de hoop dat we 150 mensen bereid zouden kunnen vinden om deelnemer te worden aan dit idee. En met ons dit verder te ontwikkelen. Nou, die 150, dat werden er heel gauw 300 en dat zijn er nu meer dan 400. En de bedoeling is om uit die 400 mensen te vragen die ideeën hebben om mee te denken over de invulling van het programma. En verder denk ik dat het ook van die deelnemers gaat afhangen wat voor soort kanten het op kan gaan. Dus eigenlijk is het nog heel erg open en is het ook een oproep om straks de deelnemers zover te krijgen met ons mee te gaan denken. En wat hier geweldig zou zijn is de programmering van bijvoorbeeld kleine miniconcerten, zeg maar tiny desk-achtige dingetjes. En we denken dat dit niet alleen geografisch, maar ook echt in de hele kunstenergie een soort centrum kan worden voor de hele stad. Heb je al een lied geschreven over het pand? Nee, er schiet me nog niks vanmiddag. Te winnen. Maar dan gaan we gelijk mee aan de slag. En als Spartaan 20 straks kampioen wordt, dan kunnen ze hier gehuldigd worden. Een kunstcentrum @gmail.com. We liepen samen op de Sjaloosse Lage Dijk. Het is een mooie akoestiek hier, mevrouw.